Yo mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, David Gamer. Ik ben hier vandaag met Ronan. Ronan, stel je even voor. Hoi, ik ben Ronan. Ik had Ronan nog beloofd om een keer in een video voor te komen. Ik ga ook met hem logeren. Ooit. Ooit. En dan gaan we weer een video opnemen waarschijnlijk. Ja, morgen wil ik nog met jou gaan streamen. Ja. Dat is ook nog een idee, maar voor nu ga jij een challenge voor mij bedenken. Ja. En welke challenge heb je voor mij bedacht? Ik doe dit vaker. Pak alleen maar grijze wapens. Kijk alleen maar als je de win kan halen. Ja, gewoon zo hoog mogelijk komen of zoveel mogelijk kills pakken. Ik ben benieuwd hoe ver ik ga komen. Dan moet ik vooral solid gold gaan doen. Dan komt het helemaal goed. Ja, echt helemaal. Ja, ik ga gewoon solo doen. Dat is denk ik het beste plan. Yeah. Is er nog wat leuks in de item shop? Nou, nee. Dan gaan we gewoon door. En dan zie ik jullie zo in het potje. Tot zo. Ronan. Ja? Yeah. Heb je nog een challenge die je daaraan vast wil knopen? Laat me even eens denken. Ronan is aan het nadenken. Ik ben benieuwd. Kijk, als ik kan denken... Maak het niet te kut. Te moeilijk, zeg ik dan. Ik denk dat ik het weet. Oh, je mag het ook in het potje zeggen. Ja, oké, ik zeg het wel in het potje, terwijl ik denk. Oké. Wil je nog beslissen naar welke plek ik ga? Ja, je kan. Nee, kijk. Daar, dat huisje. Waarom zit... Wacht, dit huisje, deze... Ja. Fuck. Daar land ik altijd. Hij landt er altijd. Deze man. En ik vind dat best wel goed spul hoor. Ik kan er best wel goed mee spelen. Je hebt meestal een kist. Alleen... Soms ligt daar ook een vending machine, dus... Ik hoop dat dit grijs is deze keer. Oh fuck, er gaat iemand mee. Nou, ik vind wel dat je sowieso één iemand moet killen met iets grijs. Nee, die gaat naar Dusty. Ik zou eerst naar de kist landen, als je die dan... Er is geen kist hier. Oh, jammer voor je. M.O. Geen grijze apen. Launchpad is wel handig. Launchpad mag je wel. Gewoon, dat soort dingen mag wel gewoon, maar die andere dingen niet. Ja. Ik wou dat mensen mij konden horen uiteindelijk op de stream. Van een paar dagen geleden. Ja... De volgende keer gaan we gewoon met gewoon hier. Dan gaan we om en nog op potje spelen en zo. Gewoon leuk. Gewoon leuk. Nou, dan kan ik hem dan wel doen. Dan mag jij een challenge voor mij bedenken. Oh, in de stream. Durf je dat aan? Hey, ja. Hij durft het aan. Deze jongen, deze man hier. De eerste vriend die mij vraagt om in de stream voor hem een challenge te bedenken. Moet je wel op mijn setting spelen, hè? Ja, ja. Ik ga er gewoon voor zorgen dat ik echt genoeg building heb. Want anders ben ik gewoon sowieso fucked. Zo, genoeg erbij hakken. Ik heb nog steeds geen wapen, eigenlijk. Metaal handig. Ja, ik weet dat ik gewoon niet eens een grijs wapen ga vinden. Naast een pistool misschien, maar hoe moet ik mensen met een pistool gaan killen? De reden is waarom ik je deze challenge heb gegeven is omdat je bijna geen grijze wapens meer vindt. Als Fortnite die kijkt wat ze niet doen, of Epic Games tenminste. Ja, zou wel heel leuk zijn, ze op miljoenen abonnees hebben, maar... Nee, maar als ze dit gewoon kijken, want meestal kijken ze wel Fortnite video's. Waarom kun je niet meer zoveel grijze wapens vinden? Even voor als je door hebt, heel YouTube bestaat zowat uit Fortnite. Eigenlijk. Zag ik dat iemand... Yep. Oké, omkeren. Ja, want je hebt geen wapens. Ja, maar ik grenade. Ja, ik doe dit wel. Waarom voel ik me zo slecht? Weet ik veel. Eigenlijk niet. Oh. Hier zijn dat grijze wapentjes. Is dat grijs? Ja, grijs. Hij is grijs. Yay. Een shotgun. Oh. Ik weet niet echt of ik daar blij mee moet zijn of zo. Oh, jij hebt tenminste nu een wapen. Nee. Moet ik... Bouw het twee keer. Daan zegt zucht. Zucht, inderdaad. Nee!
Mooi. Hij vindt dat wapen heel fijn, ik niet. Welk wapen? Storm Flip Sniper. Ja, Storm Sniper. Dat wapen is het beste wapen. Hij beste vindt... sniper. Sniper vindt hij. Ik wil dat echt als een sniper hebben. Wacht, ik weet ook niet. Je mag nu alleen nog maar grijze dingen gebruiken. Ja, dat is... Ja, oh god. Ah! Waarom maakt elke persoon het mij zo kut? Nee, ik maak een grapje. Je moet sowieso... Nou, eigenlijk wil ik... Nou, je mag ook andere kleuren wapens gebruiken. Maar je moet sowieso... Zeg... twee kills... Nou, een kill halen of zo met een grijs wapen. En dat moet want anders ook. Maak ik het je wel te moeilijk. Want er zijn bijna geen grijze wapens meer in het spel. Nou ja, op deze shot kunna dan. En een, misschien een grijze jaar. Ja, vergeet niet de bus. Oh ja, die mag ik niet meenemen. Pistool, jee. Welke? Ja, ik zag net een, gewoon even een blauwe shot kunnen hiervan. Dat mag, dat mag. Maar je moet een kill halen met een grijs wapen. Oh, enemy. Kijk, hoe gaat hij dit doen dan? Eerst even bouwen. Ik voel me een beetje slecht. Ik heb alleen maar een pistool gehad waarmee ik van afstand kan, dus. Oh jezus, wat gebeurt er met mijn stem? Zijn gewoon onze stem slaat over. Ja. Hij hakt zit naar beneden. Gast, het gaat je niet helpen. Ik heb geen building meer. Ah! Ik schrok me dan. Ja, ik ook. Ik schrok me niet. Wow, zo moet ik reloaden. Wat de hel? Oh, mijn Daan. Ik had al gereload. En ik had hem vaker gehit. Oh, oh kijk. Grijs, joh. Krijg ik another try van je? Ja. Oké. Je krijgt tenminste nog... Je krijgt tenminste nog een try. Oké. Hopelijk gaat het nu wel beter. Ja. Het gaat bij mij altijd... De eerste potje gaat het bij mij kut. Gewoon kut. Moet ik er zo erg aan wennen. Gewoon KUD. KUD? Ja, KUD. Dat is niet 100%, snap je? Ja. zorg ervoor dat het YouTube kanaal KUD dit niet ziet. Oh, geen rechtspraak tegen me aanspannen, alsjeblieft. Ik ken niet zoveel. Ze kijken dit niet eens, denk ik. Zou wel druk zijn. Wat, ja, gewoon even subs pakken. Ja. Zit ik eindelijk op de... Iets meer dan de 70. Ik tik die 70 maar gewoon niet aan. Dat is kut. 70 abonnees. Ik had 67 en toen opeens 64. Iemand, ik denk dat een paar mensen zijn unsubscribed omdat ze je video's niet kijken. Sterkte. I wens me sterkte. Abonneer even. Ja, abonneer. Abonneer op die gast. Die naast mij. Ik heet Daan. Daan, ja. En dat weet ik. Ik noem jou Ronnie. Alleen vrienden mogen me zo noemen. En jij bent een vriend. Ik wou net zeggen hoor. Anders mag ik opdonderen zeker. Yep. Ja, goed. Ja, gewoon opdonderen jongen. Je komt niet meer in de stream. Gewoon, nu ben ik boos. Ik merk ook gewoon dat ik nu met video's ook gewoon met vrienden dat het echt heel veel makkelijker gaat. Dat komt omdat je niet voor schut wil staan voor je vrienden. Maar geloof me, ik kijk je video's. Good boy, good boy. Oh, by the way, subscribe. Abonneer heel eventjes op Daan en... Klik de bel. Ik heb de bel hier. Oh, dat gaat zoveel pijn doen. Nou, het valt op zich nog wel mee, hoor. Ik heb dat een keer zelf beluisterd. En ik ga deze naar in Paradise? Ik zeg je, in Paradise vind je veel grijze wapens. Ik beloof het jullie. Beloven kan je niks doen. Nou, op je YouTube kanaal moet je eigenlijk nooit wat beloven. De meeste konden nooit goed. Nope. Oh, en gebruik geen V-Bucks sites, want die werken niet. Je raakt je account kwijt. Nooit gedaan.
luister naar de Fortnite loading screen. Je weet wel, die dan met de Kuddle Team Leader, toch? Ja, zoiets. Ja, die komt er dan. Wacht, je mag geen spelletje. Oepsie. Nee, grapje, dat mag nog wel, hè. Ging per ongeluk. Nee, we gingen echt niet per ongeluk. Ik deed een lekker expres. Ja. Yeah. Ronan, je bent te irritant. Opflikkerde nu uit mijn kamer. Oké, doei. Hij gaat er vandoor. Grijs wapen! Yay! Doei! Doei, Rijn! Nee, kom maar weer. Kom maar weer. Oh, Daan is alleen. I'm so lonely. Nou, zo alleen ben je niet, toch? Ik ben al pas alleen. Hard life. Ja, voor mij is alles... Hard mode. Ja. Damn, dit wordt nu wel zo cringe. Zeker. Dit noem je niet cringe. Nee. Weet je wat je cringe noemt als mensen opeens de hele tijd gaan zeggen? Ja, wat nu? En dit is cringe. Dat moet je juist niet zeggen. Dan is het juist cringe als je dat gaat zeggen. Ja, yeah, oké. Okay. Don't say that! You are now stupid. I'm not stupid. You think I'm stupid, but I'm not. Dat maakt het cringe. Ja, dat. Sommige mensen kunnen nog een beetje lachen van cringe, toch? Ja, dat zei Espan Dek laatst nog in de comments. Het is grappig omdat het cringe is. Sommige mensen overdrijven wel een beetje als het cringe is, hoor. Hey, oh, dat waren. Ik schrok al. Ik dacht even, het waren enemies, maar dat waren gewoon kokosnoten. Hallo, kokosnoot. Kut trap. Sinds wanneer zitten de kokosnoten in de game? Echt al heel lang. Deze jongen heeft een tijdje geen Fortnite meer gespeeld. Ik speel sinds seizoen 4. Ik heb een seizoen 5 en seizoen 6 Battle Pass. En seizoen 7 was ik er bijna niet. Yep. Seizoen 8 was ik ook bijna niet. En nu ben ik er weer. Bij seizoen 9? Dus nee, volgens mij... Seizoen X. Seizoen... Ik zit naast je. Maar volgens mij had ik 3 Battle Pass over 2. Ah, boeit niet, ik heb een hele lange tijd. Ik heb volgens mij 1 heel seizoen overgeslagen met spelen. Ik ben er klaar mee. Ik was te druk bezig met de computer. Hij was een Opex man. Nee. Ik heb het een paar keer gespeeld. Ik vind het leuk. Alleen Fortnite blijft nog steeds beter. Dat zei je eerst niet. Jawel. Oké, ik geef toe. Ik heb het zelf ook gespeeld. Toen vond ik ook heel... Iedereen heeft het wel een keer gespeeld. Ja, eigenlijk wel. Weet je, deze gast die heeft me gekild. Dikke trio skin heeft hij, maar ik ben ook flink gelezen en ik had niet eens tijd om te bouwen. Trio skin. Yep. Nou ja, ik ben er klaar mee. Ik zie jullie zo in de lobby en dan sluit ik de video af. Nee, ik moet nog, hè. Jij moet nog een challenge voor mij bedenken. Wil je de video echt zo lang maken? Ja. Hij wil de video lang maken. Oké. Ik denk na over een challenge. Je hebt mij ook nagemaakt. Een soort van. Oké. Nou ja, ik ga dus niet de video afsluiten. Want hij wil een challenge tegen me aanspannen. Hij wil ook nog een potje gaan spelen. En ik ben slecht. Valt wel mee. Ja, oké. Valt wel mee. Oké, ik knik na. Ondertussen gaan we alvast ready en even van plek wisselen. Jij krijgt de headset van mij. Yay. Sorry voor het geluid nu voor op de achtergrond, want we zijn nu alles aan het verwisselen. Ah, Ron, je telefoon. Ga weg met dat ding. Oké. Gaat hij op mijn voeten zitten, die man? Ja. Nou ja, mijn challenge voor jou is... Dat je alleen maar wapens uit kisten mag pakken en dat je maar 3 kisten mag openen. Shit! Nee! Hoewel, ik kan tenminste nog steeds gouden wapens vinden, dus... Ja. Nice. Dat betekent geen airdrops. Emma boxjes mogen wel. Emma boxen, natuurlijk. En ik zeg wel, wanneer je als je iemand gekillt hebt, of je wel of niet zijn loot mag pakken. Oh... Zeker als er een hele goede loot. Nee, zo naar blijf ik, doe ik dan ook wel weer niet. Ja, want ik deed ook niet super na bij jou. Nee. Zo irritant ga ik ook weer niet doen. Maar ik ben gewoon het tweede potje. Ik dacht, het gaat lekker, ik heb goede loot. Maar dit is de eerste keer dat iemand jou vraagt om challenges voor hen te bedenken?
Nee, heb ik ook al. De eerste keer dat ik met vriend een video heb opgenomen, dat was met Arwin. Die video moeten jullie zeker ook even checken. Toen heeft hij ook een potje gespeeld. Ik kwam heel ver. Maar ja, toen kon het ook eigenlijk wel wat beter. En toen speelde ik ook gewoon kut. Toen kreeg ik van hem de Only Shotgun Challenge. Ronan is ondertussen heel geconcentreerd aan het spelen. Hoi. maar ik denk dat het voor jou ook best wel naar gaat worden, dit. De mic moet er ietsje schuiner, dan horen ze mij ook iets beter. Yeah. Ja. Ik denk dat het best wel naar gaat worden, dit, voor jou. Want drie kisten, het zijn drie kisten, hè. Hij gaat winnen. Hij gaat gewoon naar die plek toe. Ja, ik kom hier altijd. Ik kom hier altijd. Maar ik denk dat drie kisten toch nog wel beter is dan dit. Iedereen? Als jullie gratis kills willen, dan sta ik hier bij dit plekje. Ja, en met de DJ Yonder skin, ja. Ja, kom gewoon in een potje en vermoord me. Heb je die skin überhaupt? Ja, ik heb DJ Yonder. Oké, oh ja, de DJ skin. Hij is de DJ van onze klas. Was, ja. We zijn er niet meer. Nee, ja. School verlaten ze, schoolgedoe. Ja, ik was niet de DJ, want ik kan dat niet eens. Maar dan komt omdat ik een liedje heb bedacht, dan ga ik niet zingen, want ik ben hem al weer vergeten. En hartstikke cringe. Ja. Oh god, ik heb een fucking leven. Gewoon, ik kan normaal gewoon met praten. Nee, oké. <okay. laughs> Anders wordt het alleen maar kutter. Dan krijgt iedereen depressie. Nee, grapje. Ik ging nou niet over depressie, zeg. Ja, ik heb geen depressie. Nee, dat heb ik niet. Heb ik dat? Nee. Ga nu serieus echt zo wezen. Ja, voor als iemand hier langs komt en ze hebben een kampvuurtje nodig. Wat nou als jij straks een kampvuur nodig hebt? Nou, ik ben hier dan alweer weg. En trouwens, ik heb een kampvuur. Oh. Fuck, niet over nagedacht. Nee. Volgens mij is er iemand. Is er iemand? Don't wanna find out. I don't know. Ik denk vooruit rennen en gewoon niet achter je kijken, dat gaat echt helpen. Volgens mij is er niemand hoor. Bullet. I don't think so. No, I don't think so. Dit wordt dan een wat langere video dan normaal, tenzij jij nu doodgaat. Mm-hmm. Nee, maar dan gun ik jou jou ook een tweede potje. Dat heb je bij mij ook gedaan. Weet je, mag je niet pakken? Wat? Nee. No. Moet je niet uit de kist. Jeet. Alleen, wel als je mensen killt, mag je de loot pakken. Oeh, dank je. Maar soms zeg ik van, die mag je. Oh, fuck. Eén hit. Shit, waarom? Oké, ja, nu is het weer goed. Hij is aan het stressen, deze man. Nee, out of mats. Je speelt ook gewoon tegen. Het is een fake noob. Het is een fake default. Ronan was aan het stressen. Eigenlijk komt het omdat iemand hier naast me praat. Ik. Ja. Yeah. Ik kan me niet concentreren. Nee. Oh, gaat hij dansen? We gaan er wel vandoor. Ik zie jullie zo weer in de lobby. Nou mensen, ik gun hem nog een try. Ga het nog een keer proberen. Hier is de controller weer. Okay. Mag ik deze keer een andere challenge? Wil je een andere challenge? Wil je een andere challenge? Ja. Ik denk dat je wil een andere challenge. Oké. Okay. Ik ga wat bedenken in de laatheid. Even denken, hier is de controller. Denken. Waarom zing je? Omdat ik daar niet is, nu goed. Ja. Wat zit je nou hier te doen? Geen idee. Waarom heb je Lego onder je bureau gelegd? Oké, misschien was ik dat. Hij was dat. Nee, dat was Daan. Nee, hij was dat. Ik heb ook letterlijk net niet. Dit is mijn privéleventje. Ik vind Lego leuk. Ik vind Lego leuk om te verzamelen, oké? Iedereen vindt Lego. Wel, niet iedereen vindt Lego leuk. De meeste mensen vinden Lego wel leuk. Mm-hmm. Deze man hiernaast ook en hij houdt ook van weet ik veel wat. Niet poren. Wel. Ja. Oké, eindelijk het potje staan. Ik denk dat ik het al weet. Ik ga ook. Dat is een van mijn favoriete skins. Een andere challenge. Nou, dan heb ik een andere challenge voor je. Het eerste wapen wat jij uit de kist krijgt. Dat type wapen mag je alleen maar oppakken. Dus als je een AR pakt, mag je alleen maar AR's pakken. Als je alleen een shotgun pakt, mag je alleen maar shotguns pakken. Snipers en zo. Maar ik vind wel, als je bij SMG's een SMG pakt, mag je wel een drumgun gebruiken. Als je bij
AR mag je ook gewoon scoped AR gebruiken. Dat is ook een AR. Ja. Maar soms zeggen mensen dat het ja, ook dat het een sniper is eigenlijk. Nee. Ah, gewoon oh, moet een AR alleen maar gebruiken. Maar kijk, aan het begin heb je een AR gekregen. Nee. Geintje. Het is uit de kist. Oké. Okay, oh, dus ik kan nog... Oh, gelukkig. Ik kan nog heel eventjes door. Oh ja, natuurlijk. Zoals normaal springen er altijd mensen aan het begin. 20. Meer. 100. Heel veel. Nee, niet. We zijn niet eens met 100 mensen. Nee, we zijn met 98 mensen. Oh ja, ik ben vergeten om tank de bus drive te doen. Kan je nog doen. Oh, je hebt je al gedaan. Ja. Terug naar mijn dagelijkse plekje. Oh, kom op, Roman. Oh, trouwens, als jullie een gratis kill willen, moeten jullie daar wel naartoe gaan. Want ik blijf daar niet voor dit hele potje. Ik ben een DJ Yonder scan en ik sta er ergens rond. Ik speel op... Gratis kind. Ik nee, speel gratis kill. Even, ik speel op Engelse servers. Ik. Zodat ik wat... Ik speel op EU servers. Ja, oh, laat maar. Ik speel ook op EU, maar je kan hem ook op Dutch zeggen. Dutch is Nederlands in principe, maar... Ja, in dat geval ga ik Nederlands. Nee, maar die servers die werken niet altijd. Ik heb daar heel veel lag van vaak. Dus daarom doe ik hem gewoon op Europa. En dan kom ik heel vaak ook gewoon in de Nederlandse servers. Dat zeg maar dat je met allemaal met mensen van heel Europa erop zit. Het is niet een kist. Hebben veel Russen Fortnite eigenlijk? Waarom zeg ik dit? Maar hebben veel Russen Fortnite? Weet ik veel. Nee, waarom boeit je dat? Gast, die mag je nog niet eens oppakken. Je moet eerst een kist openen. Jij zei uit kist. Je hebt niks specifieks gezegd. Het eerste type wapen wat jij uit een kist pakt, die moet je gebruiken. Dus je moet een kist openen. Diep op. Tenzij hij nu dood gaat. Ja, dat vind ik. Je hebt hem. Oh. Oh. Damn. Kist. Waar? Zoeken naar de kist. Oh, daar. Niks. Ik kan er gewoon opspringen. Open hem gewoon hier vanaf. Oh, nog niet zo moeilijk. Ik hoor iets. Oh, ik ben helemaal moeilijk. Damn, waar ben ik kapot? Oké, sorry. Sorry voor het ongemak. Hij, Ronald, hoe lang geleden heb jij Fortnite gespeeld? Sinds gisteren. 5 uur geleden, man. Ja. Nee. Shit, dit ga ik niet pakken. Nee, het die moet. Pak ik. Het moet. Oh, Ronen, ja. Het moet. Ik drop die al vast. Pak een fucking suppressed. Het moet. Ja, ik ben een Season 4 player. Ik wil zitten die niet. Waarom pak je die niet? Heb je meer de SMG's? Is dat een SMG? Dat is een SMG. Dat telt als SMG. Het zegt burst SMG. We zijn helemaal gierig, wil hem gewoon hebben. Ik hou van dit dan. Oké, dan. Ik zou wel meer dit bij je hebben, hè? Dan kan je, kan je gewoon switchen en zo. Nee. Dan niet. Hey, jaar. Daan, waarom pest je mij? Ik heb jou niet gepest. Soort van. Op school wel? Nee hoor, laat maar. Man, dat liedje. Nee, en op school ook niet. Jij bent toch geen die mensen bij een grapje? Wat heb je net gezegd? Ik zei niks en ik maakte een grapje. Waarom spring je? Oh, jezus. Oh, joh, dicht. Ronon, wat doe je nou de hele tijd met Fortnite? Ik weet niet. Ja, ik zit een beetje te spelen in Team Rumble zo. Ik ben een beetje slecht. Ronon krijgt het niet echt voor elkaar om goed te spelen. Zo. Team Rumble. Yep. Team Rumble. Maar dit is solo. Even, heb je door dat je 8 HP hebt? Wat? Heb je door dat je 8 HP hebt? 18p? 8 HP hebt. Oh ja, daar ben ik achter gekomen. Ja, hoe zou dat dan komen? Nou, spoel even terug. Als jij geskipt, je bent niet cool. Oh. Ik ben een bush camper. Hey, wat? Yeah. De ultimate boost. Niemand die je door gaat hebben. Deze boost is goed.
Okay. Niemand zou dit zien. Ik vind het wel leuk dat bushes overal random spannen. Yep. Dat je nooit weet wat wie bush campers zijn. Zeg, nu vraag ik me dit af. Spannen bommen ook random? Nee. Oh. Die staan altijd standaard op dezelfde plek. Ja, oké, okay, want anders zit hoe stom zou het zijn als dan een hele server onder de boom is dat? Ja. Yep. Dat mensen, zou kunnen zijn. Bomen kunnen groeien. Nou, je loopt hier dus als een bush. Als ik damage neem, dan is ten eerste mijn bush weg en ten tweede nou, ben dus ik dood. Je hebt in het geval een 2 schoten, dan ben je dood. Nee. Heel simpel. Jawel. Nog één schot. 8 HP. Nee, eerst moeten ze je bush kapot schieten en daarna pas kunnen ze jou kapot schieten. Ja. Ik zie daar wat ammo voor mij. Zeg, is een pistool SMG? Nee, wat pistool is een pistool. Shit. Nou ben ik blij dat... Ah, waarom kan ik dat nu pakken? Ja, ja, ik moet springen. Dit gaat toch niet werken? Of dit gaat werken op pis? Gewoon wanneer ik iemand zie. Push. Je hebt al 1 kill, maar die telt officieel niet. Jawel. Nee. Jawel. Je moet nog een kill maken, zeg. Nee. Jawel, deze kill telt niet. Je hebt nog geen kist geopend. Nee, ik heb nog steeds een kill voor jouw account gemaakt. Ja, maar zeg maar, die maak ik vaak genoeg. Oh ja, man. Dit is een extra kill. Een extra kill die jij... Die jij misschien niet had. Oh, gewoon letterlijk. Je ziet de persoon je gaat zitten. Hij is weg. Of niet. Ja, hij heeft de headset op. Je moet nog 1 kill maken. Ik zeg het je moet nog 1 kill maken. Ik ga dan niet doen, ik ben het te gevaarlijk. Hij ziet er echt heel slecht uit eigenlijk. Wie? Hoe die daar loopt, kom op. Hij heeft ook geen idee dat Bush ook letterlijk van verandering is veranderd. Daarom had ik hem al lang... Oh, je zit in de top 30, dus je bent... Wacht, ik heb niet bijgehouden hoe hoog ik ben gekomen. Laag. Laten we daarop houden. Laag. Je kan de video terugkijken en dan editen. Geen zin in. Nou, ik wel. Zal ik mezelf mooi opleggen? Nou ja, je hoeft... Ik hoor iemand. Nee. Waar komt dat vandaan? Doe maar niet. God. Hij is aan het stressen. Ik heb 8 HP. Ah. Het is een robot. Nee. Ja, werp de granaatjes. Ik kom er niet uit. Ah. Oké, mensen, ik zie jullie zo terug in de lobby en dan ga ik de video afsluiten, want dit gaat niet goed. Tot zo. Deze man is even aan het kloten met mijn spullen. Niet waar. Jawel. Ik raak ze aan. Dat is irritant. Nou, hey, stop. Nou, mensen, bedankt voor het kijken van hier is de video. Leuk, mag je hem belonen met een duimpje omhoog. Zo niet abonneer. En deze man is echt irritant. Ik doe dit eens niet.